Het afwateringssysteem in Koroni moet nu zodanig aangepakt worden dat gebieden niet meer onder water lopen. Dit zei directeur landbouw Yutindra Kalu van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij bij de overhandiging van een graafmachine aan het districtsbestuur. Kalu wijst erop dat wij in de afgelopen jaren veel te maken hebben gehad met wateroverlast en dat de aanhoudende droogte een goed moment is om de infrastructurele werken aan te pakken. Nu al moet je werk van maken om dat allemaal goed voorbereid te hebben en uit te voeren. Zodat je dan straks, wanneer je gaat aanvangen, dan verder kan gaan met je productie. En wij willen hebben, de regering wil hebben, dus dat we in elk district de productie moeten opvoeren. En dit is een van de zaken wat heel belangrijk is, is machines ter beschikking stellen om al die projecten die gaande zijn en die nieuwe projecten allemaal te doen plaatsvinden. Kalu gelooft in de kracht van samenwerking in de landbouwsector, vandaar dat het ministerie de creatie van coöperaties stimuleert. Hij ziet dat graag ook gebeuren in Koroni. Als je dat hebt kunnen bewerkstelligen, dan sta je ook om dan besluiten te nemen op basis van een samengestelde inzichten die je dan vanuit verschillende leden binnenkrijgt. Dat wil zeggen, uiteindelijk heb je een goede besluit genomen. Inputsmiddelen die moeten komen vanuit de, wat je importeert, toch? Zijn meststoffen die er zijn, we praten over kunstmest, we praten over onderdelen, we praten over machines. Als je een coöperatief verband gaat doen, dat wil zeggen, je gaat dan minder, je kosten gaat gedrukt kunnen worden. Want dan is niet die ene bezig om een andere machine te halen, die andere bezig, maar je doet het op basis van coöperatief. Je haalt die machine, dan doet die machine voor iedereen het werk, die andere haalt. Dus zo moet je dan gaan kijken om je machinepark, je onderdelen, andere inputsmiddelen die er zijn binnen te halen. Kalu wijst erop dat samenwerking niet alleen geldt voor de landbouwsector, omdat haast in elke sector bundeling tot grote voordelen voor elke betrokkenen kan bijdragen. De landbouwdirecteur is ervan overtuigd dat via bundeling een snellere groei doorgemaakt kan worden.